Hoogbezoek zondag bij onderwatersportvereniging De Waterman in Os. In het wedstrijdbad van het golfbad maakten stadsprins Marielle den Urste en jeugdprins Laurens den Urste een duik in het diepe. De Waterman nodigde hoogwaardigheidsbekleders elk jaar uit om dat te doen... zodat ze fris aan het carnavalseizoen kunnen beginnen. Het ging zondag een beetje onwennig bij sommigen... maar uiteindelijk lukte het om iedereen een duikdoop te geven... En dat gebeurde compleet met persluchtflessen, zodat het mogelijk was enige tijd onder water te blijven. Naast de twee prinsen en hun adjudanten deed voor het eerst ook het boerenbruidspaar mee. En Sinterklaas kwam nog even langs.